ziet er nu op Video aan Bolster, want daar gaan we om gehakt een worstenbootje halen en ook voor mijn spuit. Dus we gaan dat even gaan halen. Dus we gaan even te voet, omdat dat wel veel gemakkelijker is om te voet te gaan. Dus dat gaan we eventjes doen, dan kan ik filmen. Dus dan gaan we even. Dus de maan is er, zit er al zitten, dus we gaan nu eventjes eerst naar de beenhouwer en dan van de beenhouwer zo naar het shopping, want dan moet ik zelf met de apotheker. Dus misschien gaan we nog eens kijken in de CNA, dat kan. Want daar is te kijken. Sowieso ga ik eens kijken wat het scheerapparaat kost, want dat heb ik wel nodig. Dus ik ben wel eens benieuwd eigenlijk van wat zijn de prijzen en zo. Dus dat gaan we sowieso een beetje bekijken. Ik ga voor dat raak daar. Dus meer heb je nodig. Goedendag. Hallo. Het is voor een beetje gehakt, alsjeblieft. Beetje gehakt, zeker. Het kalf gehakt. Nu lopen we hier op de straat, het is nogal wat donker eigenlijk. Maar, en dan gaan we naar het Waterland Shopping gaan. Om daar nog een paar dingen te kijken. Kan zijn dat ik ook een kleuring meebreng, kan zijn van niet. Dat moet ik eens bekijken. Dus we zijn nu onze haren helemaal aan het kleuren. En straks gaat de kleur er helemaal in. Dus het is wel spannend natuurlijk, want het is de eerste keer dat ik die kleur gebruik. Ik heb er nog andere kleurtjes die we binnenkort gaan gebruiken. Maar deze kleur wil ik absoluut erin, dus deze kleur gaat het worden. Ik denk wel dat hij in orde is. Kijk, dit is het dus. Ja, normaal moest het paars zijn. Maar ik zie het niet echt paarsig. Het is eigenlijk alweer blauw. Dus nu hebben we wel een beetje... Als dit blauw uitslaagt, dan hebben we straks een vlag op onze kop. Het resultaat geworden. Ik vind het wel mooi. Natuurlijk, ja. Het moest natuurlijk wel wat anders zijn. Maar beloven jullie... dat paars komt er sowieso nog in. Maar ik vind het wel iets... knap. Vond je het een leuke video? Zeg het duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En tot ziens.